Pas op met wensballonnen. Kent iemand de nieuwe richtlijnen voor wensballonnen in Nederland? Kent iemand de wensballon? Ja? De vreedzame papieren luchtlampion, uitgevonden in China ongeveer 200 na Christus en daar al 2000 jaar lang in gebruik, die mag in Nederland niet worden opgelaten. Bij windkracht meer dan 2 Beaufort. Dat is ongeveer wanneer de wind door de bladeren ritselt. Die mag niet worden opgelaten op een regenachtige dag, op een droge dag en ook niet op een vochtige dag. En die mag niet worden opgelaten in de nabijheid van hoge objecten, zoals daar zijn in Nederland. Bomen en huizen. Dus als je dan toch zou inslagen op die ene middeldroge, matig vochtige, wanneer de wind niet door de bladen ritselt dag, op die ene zeldzame plek in Nederland, ongeveer 3,4 kilometer onder Bekkums Poeperhoek, ter hoogte van Zwolle in Overijssel, dan nog moet u volgens de voorschriften minstens met 2 mensen zijn om de wensballon op te laten, minstens 2 minuten in acht nemen alvorens de wensballon los te laten en dan nog beloven de wensballon zo lang mogelijk na te kijken opdat hij bij gevaar zou kunnen ingrijpen. En tenslotte dient u zich natuurlijk bij de aanschaf van de wensballon ervan te vergewissen dat deze voldoet aan de eisen van de Voedsel- en Warenautoriteit. Waarvan ik mag aannemen dat u ook vanmiddag hier een exemplaar op zak heeft, in geval dat het allemaal mis zou lopen. Wij zien zo langzaamaan alles vanuit het perspectief van het gevaar. En om niet beschuldigd te worden van nalatigheid in zaken het Nederlandse ballonnenbeleid, nog de volgende toevoeging. Omdat we toch in Amsterdam zijn. Sinds kort is ook gewone ballonnen oplaten in Amsterdam verboden. Men maakt bezwaar omdat vogels tutjes kunnen opeten. Tutjes. Ja, een echte wetenschappelijke definitie is niet voorhanden. Maar tutjes, dat zijn die dingen die overblijven nadat de ballon is ontploft. Zo'n triest toetje, zo'n eenzaam restant dat overschiet van de eens zo gezwollen trots. En je kan je natuurlijk voorstellen hoe die toetjes, hoe dat voor een belemmering zorgt van het gastro-intestinaal stelsel van zo'n vogeltje. Hoe zo'n droog, rubberen toetje maar niet door dat keeltje glijdt van dat vogeltje. Of erger nog, misschien glijdt dat toetje dan wel door dat keeltje van dat vogeltje, maar dan blijft dat haperen ter hoogte van de vernauwing tussen het slokdarmpje en het maagje. Waardoor dat de vogel zich volledig niet bewust van degene gevaar, na eerst genoten te hebben van enkele spaarzame broodkruimels, achteraf gedwongen wordt om de moeizaam verworven maaltijd weer uit te kotsen. Maar dan denk ik, waarom zou een vogel nu een toetje opeten? Domme vogels toch die toetjes opeten? Mijn orde zou zijn, laat die maar gewoon sterven. Eigen schuld. Trouwens, aan zo'n vogelsoort hebben wij toch ook niet veel in de loop van de evolutie? Is dat in het principe van natuurlijke selectie van Charles Darwin, the survival of the fittest? De slimme, sterke vogels die blijven overleven en de dwaze, domme vogels die toetjes opeten, die sterven uit. Maar niet in Amsterdam, hè? Ah, nee. In Amsterdam verzetten dierenactivisten zich tegen een miljoenen jaren verfijnde, durende evolutie. In Amsterdam worden vogels behoed, domme vogels behoed, voor het dodelijke tutjes opeten. En dan ga je dat zien natuurlijk na enkele jaren. Dan wonen natuurlijk in Amsterdam de domste vogels van heel Nederland. Van heel Europa, wat zeg ik, van heel de wereld. Uitgerekend in Amsterdam, de kennisstad van Nederland. TEDx Amsterdam. De kennisstad van Europa, van de wereld. Mijn vraag was, of is, zijn ballonnen zo gevaarlijk of maken we ze zo gevaarlijk? Wij zien alles vanuit het perspectief van het gevaar, want wij leven in een angstcultuur. Wij zijn bang voor voeding.
En veel mensen denken dat ons eten vol zit met E-additieven en pesticiden, dat vlees en eieren, dat antibiotica bevat, dat aspartaam ons zal vergiftigen. Suiker, staat in alle kranten, de zoete vijand. Wij zijn bang geworden voor suikers, voor koolhydraten. Daar bestaat zelfs een naam voor, carbofobie. De angst voor koolhydraten. Sommige mensen zijn zelfs bang voor gevaarlijke voedselcombinaties. Zoals daar zijn, bruin brood met kaas en muesli met melk. 80% van onze voedselingrediënten wordt door de wetenschapsliteratuur in verband gebracht met kanker, vroegtijdige dood en ziekte. En ik heb het dan over hele gewone dingen, dingen die jullie altijd 's ochtends eten. Brood, boter, melk. Vorig jaar, grote Zweedse studie. Melk verkort je leven. 2 weken geleden nog. Waar is jullie geheugen, mensen? Rood vlees, zwamworsten, salami, paté. En in de zomer altijd, de sporters onder jullie die weten dat wel. Rode bietensap. En in de winter, in december, het zal straks weer aankomen. De mandarijnen. Onze relatie met voedsel is zo angstvallig gestoord dat tegenwoordig de rijke kinderen te mager zijn en de arme kinderen te dik. Rijke luiskinderen worden in Nederland ondervoed in ziekenhuizen opgenomen omdat ze van hun orthorectische ouders alleen nog maar goji-bessen, quinoa en kokoswater krijgen. Wij zijn ook bang voor techniek. En dat is natuurlijk niet nieuw, dat was al in de middeleeuwen. Toen waren mensen bang voor de bril. En ook veel later nog, met de komst van de stoomtrein, voorspelden sommige critici dat de mensen niet zouden kunnen ademhalen bij dergelijke hoge snelheden. En elke keer weer, bij de introductie van de drukpers, van het stripverhaal, van de fiets, de auto, de trein, van de radio, van de televisie, van de magnetron en zelfs van de afwasmachine, werd gewaarschuwd voor desastreuze gevolgen. Wij zijn al 200 jaar lang bang voor machines, nota bene iets wat we zelf hebben gemaakt. Wij zien alles vanuit het perspectief van het gevaar, want wij leven in een angstcultuur. En tegenwoordig zijn we natuurlijk bang voor het terrorisme. Na de aanslagen in Parijs in januari staat het woordje angst op ons netvlies gebrand. En natuurlijk 2 weken geleden is het opnieuw gebeurd. Wij zijn bang voor terrorisme. We leven in een angstcultuur. Maar tegenwoordig zijn we ook goed in emoties na aanslagen en rampen. Zeker als het gaat om verontwaardiging, angst en afkeer. Tenminste, als het nieuwsfeit maar mijn kleine individuele leventje raakt. En dat gebeurt tegenwoordig al snel. Want onze individualisering is zo ver doorgeschoten dat wij ons persoonlijk altijd voor alle wereldwijde gebeurtenissen aangesproken voelen. Omdat niet alleen de wereld geglobaliseerd is geworden, maar ook ikzelf. Mijn eigen identiteit is ook geglobaliseerd geworden. Grenzeloos geworden, zonder grenzen. Waardoor wij denken dat eender voorval in de wereld, dat dat voor mij gebeurt, bij mij in de huiskamer plaatsvindt, op mijn mobiel. En wij dus allemaal recht hebben om slachtoffer te zijn, omdat ook ik toch emotioneel geraakt ben. Wanneer bijvoorbeeld Maxima huilt tijdens haar huwelijksmis voor een Argentijnse bandoneonspeler. Want het is toch ook een beetje mijn ontroering, toch? Of van inderdaad, na MH17, op die snelweg, ik die stoet aan doodskisten aanschouw, dat als een zwart spoor door Nederland trekt. Want het is toch ook een beetje mijn verdriet, toch? Of wanneer een drietal idioten toen in januari in Parijs en nadien 2 weken geleden opnieuw met machinegeweren mensen uitmoorden. Want het is toch ook een beetje een aanslag op mijn vrijheid, toch? Maar waar is onze emotie gebleven als het terrorisme niet
mijn opgeblazen westerse identiteit bedreigt. Bijvoorbeeld wanneer Boko Haram op diezelfde dag toen in Parijs in januari honderden mensen in Nigeria uitmoordt. Denk ik dan. Want men zegt dat men bij het tellen van de doden de tel was kwijtgeraakt. En waar is onze redelijkheid gebleven? Natuurlijk zijn 130 mensen overleden in Parijs. Verschrikkelijk, terreuraanslag. En 9-11, iedereen vertelt voortdurend over 9-11. Daar zijn 3000 Amerikanen overleden in een terreuraanslag. Verschrikkelijk. Maar laat ons wel wezen, in datzelfde jaar overleden 30.000 Amerikanen omdat ze omkwamen door ongelukken met vuurwapens. Overleden 20.000 Amerikanen omdat ze omkwamen in verkeersongelukken waarvan de helft veroorzaakt door dronken chauffeurs. En overleden 1100 Amerikanen in datzelfde jaar omdat ze werden doodgeschoten door eigen politieagenten. Het succes van het terrorisme is niet het terrorisme. Het succes van het terrorisme, dat is de angst voor het terrorisme. Nederland geeft jaarlijks 13 miljard uit aan veiligheid. 13 miljard per jaar. Als wij zouden afspreken om eens een keer niet bang te zijn. Bijvoorbeeld 1 week. En we zouden hier kunnen beginnen. Hier, Stadsschouwburg in Amsterdam. Stel dat we zouden Nederland overtuigen, heel Nederland, 1 week niet bang te zijn. Dan zou dat de Nederlandse schatkist 250 miljoen euro opbrengen. 1 maand niet bang zijn, 1 miljard. 1000 dagen niet bang zijn, 36 miljard euro. Gedaan met de economische crisis. Natuurlijk, er zijn aanslagen in Parijs. Maar toch, alle studies tonen aan dat geen tijd veiliger is dan nu. En toch beelden wij ons dagelijks in dat er steeds meer gevaren zijn die acuter en frequenter zijn dan ooit. Maar de realiteit is dat de meeste mensen, ik en jullie allemaal, gewoon ongeveer rond hun 80ste zullen sterven, thuis, in bed, na een redelijk normaal, eenvoudig, weinig indrukwekkend. En voor sommigen zelfs redelijk onnozel. Oerzaai leven. En dan zit je 's ochtends vroeg in de auto. Nerveus om zo snel mogelijk te ontspannen natuurlijk. Om mindful te worden natuurlijk tegenwoordig. Na een hectisch ontbijt met de kinderen die hun boterham hebben vergeten te smeren. En je vrouw die erover klaagt. En dat je hard werkt. En dat je dus de kinderen verwaarloost. En dat je na al die jaren nog altijd op de bril plast. Klaar voor een nieuwe werkdag. En je hebt je tanden vergeten te poetsen. En er zit zo'n verschrikkelijk vervelend stokbroodkorstje van achter die tussen je tandvlees geklemd. Dat lichtjes bloed. En je krijgt het er maar niet uit. Met een te dikke vinger aan je, waarvan de nagel nu net te kort geknipt is, juist weer aan die vinger. En zo zit je in de auto, met 1 hand aan het stuur en met de andere in de mond. En glijd je op de A1 langzaamaan de file in, zoals altijd. Naast alle andere chauffeurs, ieder in eigen blikken cel, met een vinger in de mond. En dan zegt zo'n meneer, op Radio 1, na het nieuws, in zo'n reclameblok, dat elke 30 minuten wordt herhaald, waarvan de radiotune al 30 jaar hetzelfde is. Wist u dat in Nederland elke 3 minuten in een huis wordt ingebroken? Dat wist ik niet. En ik wil het ook niet weten. Ik wil niet weten dat elke 3 minuten in een huis wordt ingebroken. En ik wil ook niet weten dat mijn barbecue-stel dat ik af en toe gebruik voor eentjes met vrienden, dat 8 keer meer bacteriën bevat dan mijn anus. Ik wil ook niet weten dat mijn Gmail wordt afgeluisterd. Ik wil niet weten dat de zeespiegel gaat stijgen omwille van de klimaatopwarming. En de ene zegt van wel en de andere zegt van niet. Ik wil ook niet weten dat op de vrijdag de helft meer mensen sterven op de operatietafel dan op de maandag, want de vrijdag, dat is mijn thuiswerkdag. En dat wordt waarschijnlijk mijn operatiedag als het misgaat. Ik wil het niet horen.
Ik wil het niet weten en toch moet ik elke dag opnieuw luisteren. Omdat de media ons de godganse dag bombarderen met negatieve berichten. Over dodelijke virussen, over agressieve hangjongeren, over Bulgaarse bendes, over reusachtige onontdekte haaien in Australië, gigantische zoetwatervissen in Afrikaanse meren, over pedofiele turnleraren, pedofiele zwemleraren, pedofiele hockeymeisjesconcierges. Omdat angst verkoopt. Nieuws moet onmiddellijke relevantie hebben. En predik daarom de meest dramatische scenario's. Want negatieve berichten bereiken meer mensen dan positieve berichten. Omdat wij de natuurlijke neiging hebben onze de aandacht te richten op het negatieve. Olijfolie waarschijnlijk niet kankerverwekkend. Wie denkt dat dat enige kans maakt als krantenkop? Natuurlijk niet. Nieuws is entertainment geworden. En entertainment is nu angst brengen. Angst is entertainment geworden. En door de media schatten wij dus continu risico's verkeerd in. En denken wij dat we zullen sterven aan terreuraanslagen, aan moord en vergiftiging, eerder dan gewoon aan astma, diabetes of longkanker. En omdat in onze moderne maatschappij nauwelijks nog reëel gevaar is, hebben we natuurlijk heel veel tijd om ons bezig te houden met imaginair gevaar. En omdat in onze moderne maatschappij niet echt nog een reële bedreiging is, zoals bijvoorbeeld vroeger, zo'n goede oude traditionele wolf in het bos, gaan wij onterecht allerlei potentiële gevaren zien als reële gevaren. Vroeger was de maatschappij georganiseerd rond de angst voor donder en bliksem. Wanneer iedereen wegvlucht voor donder en bliksem, ja, dan creëer je een soort van gemeenschapsgevoel. Samen lekker gezellig bang zijn voor hetzelfde. Maar nu is de maatschappij georganiseerd rond de angst voor elkaar. De angst voor onderling geweld is de basis geworden voor onze solidariteit. En denk maar aan die aanslagen in Parijs, toen in januari en ook nu weer. Hoe solidair we toen waren voor 2-3 dagen. Wij helpen elkaar niet uit liefde voor de ander. Wij helpen elkaar uit angst voor de ander. Angst is de emotie die onze gemeenschap bij elkaar houdt, die ze bepaalt, die ze stuurt. Angst maakt de maatschappij elke dag opnieuw met regels, normen, richtlijnen, het parlement, politici en politie. Wij hebben ons eigen handelen georganiseerd rond de angst. Wij hebben de maatschappij georganiseerd rond de angst. Maar vergis je niet. De angst ondermijnt heimelijk ons bazaal vertrouwen. Onze vanzelfsprekende overgave aan de goede loop der dingen. Waar ik nodig heb om een normaal leven te kunnen leiden. Ik wil graag een keer met mijn kinderen op een hete zomerdag gewoon naakt in een sloot kunnen springen. Ik wil graag bijvoorbeeld een keer in Amsterdam enorm wild fietsen met mijn mond vol Turks fruit. Of ik wil graag een keer bijvoorbeeld met speelgoedpistolen op het kerkplein een snoepwinkel kunnen overvallen. Maar in een angstcultuur, waar terroristen altijd en overal kunnen toeslaan, en waar onzichtbare virussen mijn huid kunnen binnendringen, en waar hangjongeren mijn oma's kunnen doodslaan, zijn wij eigenlijk allemaal slachtoffers. En ruilen wij ongemerkt ons vertrouwen, onze overgave, onze spontaniteit in voor waakzaamheid, achterdocht, controle en angst. Toen ik in Nederland kwam, dat is ondertussen een tijdje geleden, toen was ik oprecht verbaasd, echt verbaasd. Ik wist natuurlijk dat er in Nederland heel veel water was, maar toch.
Al die rivieren, die grachten, die kanalen, die sloten. Eindeloze blinkende linten aan mogelijkheden om te kunnen verdrinken. En toch, geen enkel hek. Grasgroene polders met om de 40 meter, een open sloot, geen hek. Grachten hier in Amsterdam, waar je kan parkeren op 2 centimeter van de rand, geen enkel hek. Nederland heeft haar burgers aangemaand om te leren zwemmen. Het zwemdiploma, dat is het eerste wat boven een Hollands bed hangt. En af en toe verdrinkt er eens iemand. Maar toch, geen enkel hek. Want er is vertrouwen. Er is vertrouwen dat de mensen zullen zwemmen. Vertrouwen, dat is jezelf durven vergeten. Angst is niet aan jezelf kunnen ontsnappen. Dank je wel.